Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar vlog hashtag 63 en Turkije vlog hashtag 7. We hebben er weer zin in, Dave volgens mij ook. Je bent gewoon een beetje moe denk ik, hè? Een beetje. Ja, vergisteren van het aquapark. Ik hoop dat jullie die vlog tof vonden. Zo, ik hoop dat jullie die vlog tof vonden. En ja, ik ben alweer te lang aan het lullen voor je intro. Vandaag gaan we niet heel veel doen, maar knal het intro muziek er maar in. Oftewel gewoon de intro en let's go! We zitten bij het ontbijt en dit is mijn ontbijt. Lekker paar beleggies, friet, ei, stokbrood. Helemaal prima. Van een klein ontbijtje zit je in één keer te chillen bij het zwembad. En het is 9:30 hoorde ik net. Ja, ik kijk naar één glijbaan die we daar hebben. Want eigenlijk zijn we van heel veel glijbanen naar één glijbaan gegaan. En die glijbaan gaan jullie nu zien. Dat is die glijbaan heel erg ingezoomd en dan gaan we weer uitzoomen. Ja, zover zitten wij er vanaf. Maar ja, die gaat om 3 uur of zo open. Of weet ik veel, eigenlijk weet ik niet wanneer die open gaat. Maar het is wel leuk. We zitten net dus gewoon met die... Moet even verteld worden toch? We zitten net dus gewoon met die twee volleyballen te schieten. Ik had eerst al een tafel met een van een gek... pedo erachter al geraakt, maar daarnaast echt hoeveel schoten later? Nog niet eens 10 of zo, hè? Echt 5 of zo. Ja. 5 schoten later, als het niet minder is, schiet ik gewoon een heel doekie, de heel doekstel, peper en zoutstel, asbak van de tafel af. Ja, het is dat met Johnny ook kan springen, want daar had hij gewoon bij gekund. Ja, dus ja, dat is. En we hebben wel de baas gezien. Maar nog niet echt. Die heeft nog niet voor ons bedje gestaan of zo. Maar ja, dat is. Die tafel is het. Helemaal ingezoomd. Helemaal uitzoomen. Dan heb ik vanaf daar op die tafel geschoten. Yes, mensen. Ik sta even op de hotelkamer, want ik had mijn powerbank nodig om mijn camera op te laden. En anders kon ik niet meer vloggen. Stappige tv daar. Dus ja, het is nu 11:45 ongeveer en we gaan zo lunchen. Dus ik hoop dat jullie gaan genieten van mijn lunch. Nou, in ieder geval gaan genieten van het filmpje. Want ik ga natuurlijk zelf opeten. Maar je snapt hem natuurlijk zelf wel. Let's go. Yes mensen, dit is mijn lunch. Oh, kerel, je hele camera erin. Ik wil eens een beetje rijstspul, kip en friet. Dat oranje spul, weet ik niet wat het is. Maar het gaat ongetwijfeld wel lekker zijn. Ja, lekker bergig hier. Dus ik ga het lekker opbeuzelen. Yes mensen, het is alweer 1:20 geleden dat we geluncht hebben. Maar het was wel lekker. Dave gleed het uit. Dat kan gebeuren. En ik ga nu zwemmen. Dus ja, let's go. Yes mensen, ik ben misschien een beetje overbelicht, maar dan kan ik niks aan doen. De rest zal naar boven lopen omdat ze al gingen douchen en heel even gingen slapen omdat we zo gaan aanvreten. Ik ga er nu achteraan lopen en ik ga er nu achteraan lopen. Ik ga nu ook douchen. Ik kijk zo omdat de zon reflecteert in de camerascherm. Maar ja, ik ga er nu achteraan, ik ga douchen en dan zie ik jullie weer bij mijn avondeten. Nou, we zitten inmiddels bij het avondeten en dat is zo. Ja, dat kunnen we niet zo lang filmen. Dat kunnen we niet zo filmen, ik laat het nu wel even zien. Dat is dit. En dat is wat anders dan normaal, maar het wordt wel heel erg lekker. Yes, mensen, we hebben heerlijk gegeten en we zijn inmiddels weer teruggekomen in de hotelkamer. Dave, wat de fuck doe je? Ik zie jou daar kijken. Ik kreeg een reactie onder de vlog van Waterpark, van Giovanni Weting. Ja. Dave? Ja, ik zeg Dave Jeltema, die ken je wel. En ik heb geen reactie meer teruggekregen. Nee, dus waarschijnlijk kent hij je wel. Hij kent hem. Oh, camera gaat heen weer, maar waarschijnlijk wel. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Het blijft mogelijk lekker neer, bel ik dan als je geabonneerd bent. En zo, naast gaat Juno, naast gaat Juno, leeft de beste interviewspannen, de beste Nederlandse interviewspelers en leeft de beste interviewspannen, de beste buitenlandse interviewspelers. Adem? Dat doe ik niet. En ik had laatst een
net een Instagram filmpje gezien. Dat hij een interview gaf bij Doen van de Week. En dat was fucking grappig. Dus alles krijgt Julian voor de baas. Hij heeft ook de beste interviews bij alle beste Nederlandse en buitenlandse Eredivisie trainers dus ook bij Mark Verbommel, want hij stelt vragen aan Mark Verbommel. Mark Verbommel zelf zegt dat hij daar al lang antwoord mee heeft gegeven, maar hij hoeft er geen antwoord, hij hoeft ook geen zin hebben. Hij kan ook geen zin hebben om de antwoord op te geven. En dan zegt hij dat hij er antwoord op heeft gegeven. Omdat hij geen zin heeft om antwoord te geven. Ik snap het nog. Als je het niet snapt, heb je pech. Ja. En zo naar Kotje DPNL. Want Kotje DPNL die maakt Jordi shit toe. FIFA speler echt een koude meme. Ook weer een FIFA 20. En zo naar Essie Boy voor het bedenken van de meme in de gong. Essie Boy is het broertje van FIFA-losophy. Matty FIFA-losophy. En dan zo naar Matty FIFA-losophy voor het uitvoeren van de FIFA speler meme. Jullie weer gewoon hetzelfde als Jordi zit er toe, alleen speelt Jordi zit er toe bij Arsenal en Hilary Gong bij Vitesse. Dan zo naar Sully Goat, want Sully Goat is is gewoon een baas. Alleen dat hij zet in kampioen worden staat natuurlijk helemaal nergens op. Heeft Koentje DP nou gelijk in? Wat? Moet ik ademen? Oh, af en toe vergeet ik dat nog mensen, maar ik leef nog. En zo Neo en Derksen, want die kerel maakt seksistische grappen en normale grappen, maar vooral seksistisch. En zo naar René van der Rijp, lekker man. En zo naar Wilfried Genee, want die kerel doet geen fuck met zijn leven. En zo naar Wim Kieft, die kerel doet ook geen fuck met zijn leven. Ja. En zo naar Boskamp, Wereld, ook is het fijn dat volgens mij ze allemaal gehad. Hoezo doe je dat zo? hoezo doe je dat zo? Dat vind ik leuk. Mag dat niet. Heb je hem nodig of zo? Nee. Nou, volgens mij is ze allemaal al. Ja. Zo niet. Dan zie je ongetwijfeld weer een tekstbalkje. En ik hoef eigenlijk helemaal niks te zeggen, want kijk maar naar de outro, dan weet je genoeg. Mensen, houdoe. Kut.